Hi, ik ben Sander. Ik wil je een filmpje laten zien van een meute losgeslagen Trump supporters die het Capitool aan het aanvallen is en een koeploopoging doet. Dat is het Capitool is het gebouw van de Eerste en Tweede Kamer in Amerika, zeg maar een soort binnenhof. En ze zijn echt op jacht naar Nancy Pelosi, de speaker van het huis, en naar anderen. Waar zijn ze? Ze kunnen ze niet vinden. En ze gaan heel disrespectvol om met alles en iedereen wat ze vinden. We gaan eerst even kijken en dan laat ik je even weten wat ik ervan vind. Sure, they ain't disrespecting the place. Okay, just want to let you guys know this is like the sacredest place. I know. Hey, no, and I'm gonna take it. See, I'm gonna share because Mike Pence is a fucking traitor. Well, I'm not one to usually take pictures of myself, but in this case, I think I'm making an exception. Can you take a picture of me? I'm gonna throw you my phone. Thank you. Yeah, they ain't got a choice. There's half a million people here. You want straight on? You should be stopping us. And no. He's doing the right thing. One. He's obeying his oath. I'm making sure you guys don't do anything else. Now that you've done that, can I get you guys to walk out of this room, please? Yeah.
Yes, sir. Yes, sir. I greatly appreciate it. Hey, come on, man. Time. I feel like you're pushing the line. Hey, let's come on, man. Come on, man. This is our capital. Let's be respectful to him. There's 4 million people coming in. So there's a lot of control. We love you guys. We love the cops. It's only a matter of time. Justice is coming. All right, come on. Over 4 million people are coming everywhere, all the way back to the monument of D.C. Jesus Christ, we invoke your name. Amen. Amen. Let's all say a prayer in this sacred space. Thank you, Heavenly Father, for gracing us with this opportunity. Thank you. Let me take a bite. Thank you, Heavenly Father. Amen. For this opportunity to stand up for our God-given unalienable rights. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us in this building, to allow us to exercise our rights, to allow us to send a message to all the tyrants, the communists, and the globalists that this is our nation, not theirs. That we will not allow the American way of the United States of America to go down. Thank you, divine, omniscient, omnipotent, and omnipresent creator God for filling this chamber with your white light of love, with your white light of harmony. Thank you for filling this chamber with patriots that love you and that love Christ. Yeah, we support you guys, okay? We support you guys. En we appreciate what you're doing. We know you're doing your job. Ja, het zijn wat mij betreft echt wel schokkende beelden. En laat ook echt zien wat misinformatie en het opzwepen van mensen en het helemaal gek maken van mensen, bijna brainwashen, doet. En we hebben dat in Nederland ook met virenswaanzinnigen en wappies en mensen bij Forum voor Democratie die alles ontkennen. En nou ja, begin eens een YouTube-kanaal zou ik zeggen, dan weet je wat er langskomt en wat er allemaal in mijn spamfilter blijft hangen aan gekkigheid. Nee, dat, je wilt het allemaal niet weten. Het zijn walgelijke beelden, want dit is gewoon een coup-poging, hè? Dit zijn gewoon mensen die hebben besloten, wij gaan het gebouw van de Eerste en Tweede Kamer in. We gaan op jacht naar de mensen die het niet met ons eens zijn, zodat degene die wij steunen, die de verkiezingen heeft verloren, de macht kan grijpen. Ja, dat heet een coup-poging. En het kan dus, die gekkigheid kan dus leiden tot een coup-poging. Even afgezien van het feit dat er ook nog eens 4 mensen zijn overleden, wat natuurlijk ook vreselijk is. Het is gewoon totale gekkigheid. En ja, ik hoor maar steeds mensen zeggen, alternatieve werkelijkheid, alternatieve feiten. Nee, alternatieve feiten zijn leugens. En alternatieve werkelijkheid is gewoon een waanidee. Er is maar één werkelijkheid en de feiten zijn feiten. Dan kan je over de interpretatie kan je discussiëren. Dat is politiek. Maar we gaan hier niet een alternatieve werkelijkheid. Dat is gewoon een waanidee. Het is super gevaarlijk, het brainwashen. Nou, we zagen het gisteren in Nederland ook. Dezelfde soort meute. Op het Museumplein, hè, dan zie ik overal op Twitter mensen over vreedzame demonstranten spreken. Nee, het zijn helemaal geen vreedzame demonstranten. Ze hebben ten eerste een superspreader event georganiseerd. Nou, dat is al erg genoeg, want dat was verboden. Dus ze gaan daarheen, wetende dat je daar niet mag zijn. Vervolgens houden ze ook nog eens niet 1,5 meter afstand. En ze ook met meer dan 2 personen, uiteraard, anders heeft het niet zoveel zin. Maar je mag eigenlijk maar met 2 personen afspreken. Als ik ergens sta en ik zie de politie en ME erop afkomen, ga ik weg. Nou, ik heb daar mensen helemaal door het lint zien gaan tegenover de politie. Dat zijn gewoon mensen die hun werk doen. Zij brengen de samenleving in gevaar door een superspreader event te organiseren. Dat is verboden. Nee hoor, ze blijven daar gewoon staan. Ze gaan rellen met de politie. Er worden 10 mensen opgepakt. Dat is geen vreedzaam protest natuurlijk. En die gekkigheid van mensen brainwashen met valse informatie, dat moet maar eens afgelopen zijn. En mensen die denken dat ze, omdat zij iets vinden, de regels die voor ons allemaal gelden, aan hun laars kunnen lappen en ons daarmee in gevaar kunnen brengen. Ja, die mensen die hebben, wat mij betreft, geen nek van spreken. Ze hebben altijd hun mond vol over vrijheid en over democratie. Maar als die democratie betekent dat er iets gebeurt waar zij het niet mee eens zijn, ja, dan voelen ze opeens de democratie lappen aan hun laars. En dan willen ze hun eigen mening doordrukken. En de vrijheid van iedereen wordt beperkt doordat wij straks langer in lockdown zitten, omdat zij van die waanzinnige superspreader events houden, of dat zij zich niet aan de regels houden die voor ons allemaal gelden. En ja, die onzin moet afgelopen zijn. En wel nu graag. Goed, dank voor het kijken. Subscribe je als je dit leuk vond. Een like is altijd welkom. En ik zie jou weer in de volgende video.